In en rond de gemeente Nederweert liggen diverse landschaps- en natuurgebieden. Het bekendste is natuurlijk Nationaal Park De Grote Peel in Ospel. Daarnaast zijn er onder meer het Sarsven, de Banen, Schoorkuilen en het Weerterbos met het Grenskerkmonument. Verder kenmerkt de omgeving zich door de vele kanalen. De Noordervaart, Zuid-Willemsvaart en het kanaal Wessem-Nederweert zorgden in vroeger tijd voor de afvoer van de turf uit de Peel en bepalen nu sterk het landschap. Rond Nederweert kun je heerlijk wandelen, fietsen en vissen. De omgeving van Nederweert is bijzonder. Het centrum zelf heeft een aantal mooie monumenten, zoals de Sint-Lambertuskerk en het nabijgelegen monumentale restaurant. De waterkrachtcentrale bij Sluis 15 is een bezienswaardigheid. De centrale is in 1923 door Rijkswaterstaat gebouwd voor de verlichting van Sluis 15 en de sluis in de Noordervaart. In 1993 is de centrale gerestaureerd, weer in bedrijf genomen en ze levert nu groene stroom. De nabijgelegen Sluis 15 zorgt nog steeds voor het schudden van de pleziervaart die van de vele kanalen gebruik maakt. Vlakbij Nederweert ligt het kerkdorp Nederweert Eind. Hier komen oude ambachten weer tot leven in het Openluchtmuseum Einderhoof. Door haar veelzijdigheid en activiteiten is de Einderhoof een absolute aanrader voor jong en oud. Ook Leverooi, de kleinste dorpskern van de gemeente, is zeker een bezoek waard. Hier vind je onder andere mooie boerderijen en leuke snuisterijen.